Eindelijk was er weer eens een grote modelspoorbeurs in Nederland en niet zomaar één. Eurospoor in de jaarbeurs in Utrecht. Wij van 24trains.tv hebben er in ieder geval van genoten. Van onze live verslagen die we via onze Facebookpagina deden, hebben we een mooie compilatie gemaakt die natuurlijk te zien is bij 24trains.tv. Toch ook leuk om weer eens een keer even de trein zoals die bij mij in de tuin rijdt hier te zien. LGB-baan, een prachtige modulebaan dit. We gaan door met het openen van de archieven van de Nederlandse spoorwegen. Deze keer een video uit het begin van de jaren 90 over het seinstelsel van NS. De D-trein Loerdijk, Basel en Kiassel. Duur 29 staat gereed op spoor 7B. De rijweg wordt samengesteld door het drukken van een reeks knoppen op een tableau waarop het emplacement schematisch is afgebeeld. En als verder aan alle veiligheidseisen is voldaan, gaat het sein voor die rijweg op veilig en ligt de rijweg groen op het overzichtstableau. Bij dit systeem zijn het niet meer de relais, maar is het de computer die bepaalt of de gevraagde rijweg vrij is of niet. Van het begin van de jaren 90 gaan we even een stuk verder terug in de tijd. Namelijk naar een archieffilm uit het begin van de jaren 50 over de elektrificatie van de Nederlandse spoorwegen. En dan is de volgende werktrein al in aantocht met de bovenbalken. Als de nodige isolatoren op de portalen zijn aangebracht, kan een montagetrein de draagkabel trekken. Deze week hebben we ook weer een nieuwe video van Trainstorm, die ons meeneemt naar de Duitse deelstaat vlak over de Nederlandse grens, Noord-Rijn-Westfalen. Trainstorm die heeft voor 24trains.tv een mooie compilatie gemaakt van treinen van de Deutsche Bahn uit 2003 en dit zal in twee afleveringen worden aangeboden. Van Duitsland gaan we naar Italië, waar we meerijden op de Tenderspoorlijn tussen Sanremo en Cuneo. Deze prachtige spoorlijn gaat dwars door de Zeealpen en is een van de mooiere spoorlijnen van Europa. Puur genieten dus, want je zit ook nog eens een keertje op de beste plaats. Het is een cabinerit. En alsof dit nog niet genoeg is, hebben we natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de modelspoorserie Model Rail van Telerail uit Groot-Brittannië. Warehouse are constructed in low relief. This means that all that's modeled are just the front wall and a few inches of depth set against the back scene. Printed brick papers have been used on some of these structures, as well as the embossed plasticard. Burton's railways were little changed into the mid-1960s, but since diesels began to appear in the area from later in the decade, it's no surprise to find the occasional early diesel or DMU on the layout.
The Gloucester RCW diesel parcels van is a Westdale aluminium-bodied kit. Er is dus geen enkele reden meer om niet in te stappen bij 24trains.tv. Voor maar €4,99 per maand kan je al dit moois aanschouwen zonder reclame. 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebbers.